is me gelukt. Het is me gelukt. Royal Bee, waar ben je? Hierboven, Candylicious. En het uitzicht is te gek. Ik heb wat je vroeg. Wil je het komen halen? Ik kom. Astu. Wacht maar tot de meiden hierover horen. Het is de grootste verrassing ooit. Bibi Air is een hoogvlieger. En Lady Diva is in de house. Of erboven. Viva la diva. Kijk, dat is een Lady Diva-entree. Je had het begin van mijn So Extra Tour eens moeten zien. Ik kwam binnen op een wagen met 20 robotflamingo's ervoor. Zo onwerkelijk. Kijk jou nou, meid. Ik heb mijn meisje zo gemist. Kom hier. Wee. Als Royal Bee belt, antwoordt haar BFF. Zeker als ze zegt dat ze iets verrassends te vertellen heeft. Het is een gigantisch grote verrassing. Maar laten we wachten op... Wow, Neonlicious. Er is nauwelijks ruimte meer voor jou met al die spullen. Nou, Neon Kitty had een nieuwe halsband nodig. En natuurlijk moest ik een nieuw bijpassend ensemble kopen. Plus oorbellen en plateauschoenen. Daarom hou ik van je, Neonlicious. Jij kunt zoveel winkelen, maar je valt er nooit bij neer. Dat vind ik ook geweldig aan mij. Dus, wat is het grote nieuws? Nou, we wachten nog op... Bedankt, zusje. Al mijn meiden in de tent, laat zien dat je er bent. Ik voel me helemaal zen als ik bij mijn meiden ben. Ik heb groot nieuws en grote plannen. Kom maar. Oh man, de etent. Ik ben hier lang niet geweest. Ja, ik wist niet hoe erg ik het gemist had. En jullie allemaal. Wauw, samen met mijn meiden bij onze favoriete etent. Het voelt zo... Oh, tragisch. Het BB Race Arcade spel is weg. Ja, het is wat vervallen. Niets dat een discobal, een nieuw arcade spel en een paar neonlampjes niet kunnen oplossen. Dikke pech. Ik ben weg. Wacht, dit is wat ik jullie wilde vertellen. Weet je nog hoe we altijd onze beste ideeën kregen hier in de eettent? Nou, ik had er een die zo tof is dat je uit je plaat gaat. Ik heb deze plek gekocht. Ja? Dat klopt, Queens. Je kijkt naar je nieuwe oude Favo hangplek. Oké, maar deze plek opknappen is veel werk. En voor het geval je het vergeet, deze meid is op tournee. Kom op, Queens. We gaan allemaal samenwerken, dingen regelen. Het gaat leuk worden. Juist. Leuk. Leg het nog eens uit, Royal Bee. Heb je net de eetent gekocht? Mm-hmm. Jazeker. Oké, laten we er iets moois van maken. Maar waarom? Waarom zou je dat doen? Logisch. Dit is onze plek. Waar we geïnspireerd raakten toen we net begonnen. En als we allemaal meedoen en... Zoals ik zei, wat deze plek nodig heeft, is een discobal. Goed dat ik er altijd een extra in mijn kofferbak heb. Geweldig, Neonlicious. We hebben een ladder nodig. Ben zo terug. Oh, Bee, mijn leven is non-stop. Ik ben op tournee. Maak muziekvideo's. En ik moet ons nieuwe album afmaken. Dat trouwens top gaat zijn. Ik bedoel, ik hou van je meid, maar ik ben te druk om een eettent te renoveren. Dat is mijn jam. Geef maar hier. Je bent lekker bezig, Neonlicious. Wacht eens, Bee. Ik snap het nog steeds niet. Ik bedoel, waarom zou een muziekproducent, mega-influencer en allround cool queen zoals jij een eettent willen runnen? Het gaat niet alleen om de eettent, het gaat om ons. Jullie zijn mijn vriendinnen. Zo hebben we een plek waar we altijd terug kunnen komen. Hoe gek ons leven ook wordt.
Het lijkt erop dat mijn optreden net verzet is. Kan dus nog wel even blijven. Niet weer. Als ik een paar zonnebrillen had voor elke keer dat ik aan een discobal hing. Wacht, dat heb ik. Ik help je. Koningelicious, ik ben jarig. Niet echt. Volgende maand pas. Ik wil een taart. Oh, en een chocoladefontein. Perfect. Wat staat er als volgende op de lijst? We hebben niet echt veel tijd. Wow, wow, wow. We werken heel hard. Vanwaar zoveel haast? Nou, ik heb misschien al onze vrienden uitgenodigd voor een mega all-out feest. Om te vieren dat ik de eettent heb gekocht. En het is vanavond. Nog een keer. Een feestje. Hier, vanavond. Meid, ik weet niet wat jij denkt, maar dat krijgen we nooit voor elkaar. Hey. Kalm, iedereen. Tot ziens. Kijk wat er net is geleverd. Royal Bee, waar vond je de oude foto van ons? Die stond jarenlang op mijn telefoon. En je weet hoe graag ik mijn favoriete queens tentoonstel. Jullie zijn de reden dat ik dit allemaal doe. Dus help me een handje. Oh, iets naar links. Beetje naar rechts. Nee, je andere rechts. Zo ja, goed gedaan, meiden. Dat roept heel wat herinneringen op. We zien er sexy uit, toch? Absoluut. Als ik bij jullie ben, voelt het alsof er niets mis kan gaan. Zie je? Nee, de lijst. Geen stress, ik regel het. Kleur nummer 707, magenta meltdown. Deze meid kan alles repareren met nagellak. Royal Bee, je weet dat ik van je hou. Maar meid, een feestje geven, hier, vanavond. Dat is te extra. Ja, klopt. Het zal wel wat werk zijn, maar ik denk dat we het aankunnen. Oh, het is geen feestje dat Candylicious de cupcakes brengt. Proeftest! We hebben misschien een extra bestelling nodig. Kijk, opgelost. En daarvoor verdien ik een heerlijk drankje. Mijn favo smaak, banana kale berry splash. Bah. Dus, er is nog iets dat ik jullie moet vertellen. Ik heb niet alleen de eettent gekocht. Ik heb het hele huis gekocht. Bedoel je het huis boven? Alles? Niet echt. Ja, alles gekocht. Dus jullie kunnen hier slapen wanneer je maar wilt. Als je een draaiende 3-verdieping schoenenkast hebt met sneaker-etalage, dan spreken we. Ongelooflijk! Ben ik gek? Of is er plotseling een podium? Waar komt dit vandaan? Oh, ja, deze plek doet dat. Het is de laatste jaren een beetje verrassend geworden. Maakt het runnen van deze plek een stuk interessanter. Wat bedoel je met verrassend? Er was niets verrassend toen wij hier vroeger kwamen. Er gebeuren rare dingen, zoals de kamer verandert in iets anders. Of een koelkast of iets anders verdwijnt gewoon. Ja, het is een huis vol verrassingen. Wauw. Boss Queen vertelde dat niet toen ze me de plek verkocht. Hoehoe, ik lust nu wel een banana kale berry splash. Stoer. Nu we weten dat we deze ruimte kunnen omtoveren tot een podium, heb ik een geweldig idee voor het feest. Wil je de trailer laten zien voor je nieuwe film? Nee, we laten Lady Diva een van haar super te gekke shows geven. Hoe ga je al die robotflamingo's op dat podium krijgen? We kunnen gaan voor een wagen die wordt getrokken door robothamsters of wat dan ook. Wat zeg je ervan, Lady Diva? Even kijken of ik het snap. Eerst koop je een eettent. En nu wil je dat we alles laten vallen en komen renoveren. Daarna wil je dat we snel even een feestje organiseren. En
nu wil je dat ik zing op dit feestje waarvan ik niet weet of het gaat lukken? Wacht even, Lady Diva. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar je weet dat Beastheart op de juiste plaats zit. Ja, ik weet het. Ze is mijn BFF. Oh, maar ik kan je vandaag niet helpen. Ik heb vanmiddag videoopnames. Echt waar? Kun je het niet verplaatsen? Schat, het enige dat zich verplaatst, ben ik. Sorry.